regent mega hard. Deze is echt zo lekker zo. Kan jij ook zo lopen? Nee. I love it. Ik vind het gewoon bijna zonde om open te maken. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en het is inmiddels al 1 uur. Ik heb vanochtend nog niet zo heel veel boeiends gedaan. Mijn moeder die is de muur in de huiskamer aan het witten. En ik heb even geholpen met afplakken en zo. En alles aan de kant zetten. Ik zal even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit roze truitje aan. Hij is super zacht. Het is vandaag ook echt maar 13, 14 graden of zo. Dus echt herfst nu. En ik heb mijn mom jeans aan met deze leuke ring. Die heb ik bij de New Yorker gehaald. Ja, en ik had gewoon deze schoenen aangedaan. Maar ik ben eigenlijk nog niet buiten geweest. Maar ik weet nog niet of ik dit aanhouden vandaag. Ik ga namelijk vanavond naar de theatershow van Fred van Leer. Samen met mijn moeder, mijn tante en mijn nichtje. En ja, ik heb er wel zin in. Het lijkt me wel gewoon heel erg leuk. En we gaan van tevoren nog even uit eten. Maar ja, ik weet nog niet of ik dit aanhou. Het kan op zich wel. Oké, ik dacht ik ga even naar de winkel. Maar het gaat ineens super hard regenen. Ik heb wel een paraplu bij me. Maar oh my god, het regent mega hard. Ik ben even bij de New Yorker en... ik zag dat superleuke t-shirtje. En in het wit. Even kijken welke het leuker vindt. Maar ik zag deze superleuke teddy's. Dus ik ga even kijken of het leuk is. Ik weet niet of ik het dan ga kopen, maar ik ga gewoon even kijken. Deze is echt zo lekker zo. Hij is wel heel leuk. Hij is ook best wel warm. En hij is wel cute. Vind ik ook wel leuk, maar ik heb zo eentje al in het wit. Maar deze, kijk, het nadeel is, hij heeft sowieso maar één knoop. En deze knoop is dus nu al kapot. Dus ik denk dat dat sowieso heel snel stuk gaat. Ik zal het natuurlijk ook overdragen, maar in de winter is dat niet echt heel fijn. Maar ik vind het verder wel heel leuk. Nou, ik vind deze wel heel erg overschreven. Dit is gewoon maat S, maar ik vind het niet zo heel leuk staan. Maar het is wel fijn dat ze een rits heeft. Die anderen hebben allemaal knopen. Nou ja, ik heb deze ook nog iets in een lichte kleur. Misschien dat die heel anders staat. Maar dit vind ik niet leuk. Nee, ik zie het al. Dit model is ook zo oversized. Dus nee. Ik vind alleen die allereerste. Die met die knopen. Die vind ik wel heel leuk. Deze is een beetje groot. Het is een M. Ze hadden geen S meer. Maar ja, deze is sowieso veel te groot. Ik vraag me af of die S niet ook te groot is. Deze is ook nog veel te groot. Kijk. Echt erg. En ik zat nog te denken, misschien kan ik nog wel een XS passen. Maar hij schijnt wel heel erg door. Ik weet niet of je dat nu ziet. Maar ik denk dat ik het dan wat minder vind. Ik vind het niet fijn als die witte t-shirts zoveel doorschijnen. Nee, ik ga deze niet doen. Ik ben weer thuis. En het regende zo hard dat mijn sokken gewoon helemaal nat waren. Mijn schoenen waren ook niet echt waterdicht. Ik heb nog wel wat leuks gehaald. Ik zag dit telefoonhoesje bij de H&M. En die vond ik wel heel schattig. Dus die ga ik zo op mijn telefoon doen. En ik heb deze sjaal gevonden daar. Het is een hele licht roze sjaal. Kijk, hij is zeg maar deze kant roze. En aan de andere kant is die wit. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ho. Siri gaat aan. Nee, ik denk dat zo met zo'n ringetje een brief was. Oh, dat is heel dichtbij. Hallo. Hallo. Hi. Maar dat houden we uit. Nee, dit laat het erin. Hallo. Hallo. Zijn we echt van Leer? Ja. Ja. Nou ja, hij is er nog niet, maar nee, niet. Wij wel, maar hij nog niet. Ja, we hebben best wel een goede plek. Ja, de grote finale, jongens. Spant in Bussen, wat gezellig dat jullie er zijn. Ben jij nog heel jong? Wat ben je? 21. Oh, dat is helemaal niet, ziet er jong uit, dat is maar jij, kan jij dit ook te makkelijk lopen? Nee. Waarom niet? Nou, pak gewoon op. Nee, dat is ook echt zo makkelijk. Dus dacht ik ga je dan leren om hakken te lopen. Dat is leuk, toch? Dus ik ga er gewoon even iets bij pakken. En vergeet even, het is gewoon een... ja, het is de Kissemans Club. Oh, schrik op! Ze hoeft niet heel erg te passen, gewoon een beetje. Je hebt nudes, dan lijkt je optisch langer. Ze passen wel, toch? Ja. Ze zijn een beetje groot, dus ik ga het even wegdoen. En dan ga ik iets doen en dan moeten jullie het nadoen. En dan ons de beurt, je moet dan ons de beurt. Dus kom maar hier staan, even een mooi bereidje. Kom maar, ja, kom.
super leuk en echt heel hilarisch en zo. En ik moest ook nog op het podium op, want het ging dus over mensen die niet op hakken kunnen lopen. En ik kan niet op hakken lopen. Mijn moeder zat echt van ja. Dus toen moest ik het podium op. Maar het was wel heel grappig. Maar die hakken die waren gewoon zo hoog. Daar kunnen volgens mij niet heel veel mensen op lopen. Ik kon er nauwelijks op staan. En ze waren ook trouwens veel te groot. Dus ik kon er überhaupt niet op lopen. We hebben ook een boek gekocht. En die heeft hij nog gesigneerd en zo. En ze heeft een selfie gemaakt en alles. Hartstikke leuk. Goedemorgen, vandaag is het zondag. En het is vandaag een super regenachtige dag. Dus waarschijnlijk blijf ik de hele dag binnen. We gaan alleen nog even boodschappen doen. Maar verder denk ik dat het een binnenhangdagje wordt. Goedemorgen, vandaag is het maandag. En ik film even met mijn telefoon, want mijn camera ging ineens niet meer aan. Ik hoop dat de accu gewoon leeg was. Die probeer ik nu op te laden. En als die daarna ook niet aangaat, dan heb ik een probleem. We hebben opeens geen bestekla meer. Hij is er gewoon uit. Want hij is kapot. Heel fijn. De bodem viel er al steeds uit en zo. Dus dat is echt heel irritant. Maar nu ligt zeg maar hier alles. Echt één grote chaos. Het is inmiddels alweer avond. Sorry voor het achtergrondgeluid. Maar mijn camera doet het weer. Blijkbaar was de accu gewoon helemaal leeg. Geen idee hoe dat kan. Misschien dat ik hem per ongeluk heb aangelaten of zo. Ik weet niet zeker. Maar hij was dus echt helemaal leeg. Want hij deed het gewoon niet meer. Maar ik heb de batterij opgeladen. Hij doet het weer. Dus ik ben wel blij. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En mijn outfit is vandaag dit lichtroze truitje. Die is volgens mij van de H&M. Die heb ik vorig jaar gekocht. Of dit jaar ervoor. Maar volgens mij hebben ze dit soort truitjes nu nog wel. En ik heb deze witte broek aan. En mijn Adidas Superstars heb ik weer een keertje aangetrokken. Het is volgens mij echt super koud buiten. Dus ik ga een lekkere warme jas aan doen. Ik heb weer heel weinig gevlogd vandaag. Ik heb wel iets superleuks gehaald. Ik zal het even laten zien. Kijk, dat is deze mok. Ik vind hem echt heel cute. Hij is van de HEMA en hij was nu in de aanbieding voor 2 euro. Echt geweldig. I love it. Ik ga hier straks lekker thee uitdrinken. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en mijn outfit vandaag is best wel simpel. Ik heb namelijk dit donkergrijze jurkje aan met een panty, zwarte panty. Ik ben vandaag een dagje vrij. Ik ga zo eerst even de was ophangen en dan ga ik mijn kamer even een beetje opruimen, want het is echt een grote troep. En ik moet ook leren en zo en dat gaat gewoon niet als het zo'n grote troep is. Dus dat ga ik zo meteen doen en dan gewoon schoolwerk. Ik ga nu de was ophangen. Ik ga gewoon nu beginnen met alle dingen die ik moet doen. Anders dan heb ik gewoon te weinig tijd op deze dag. Zo, mijn kamer is weer netjes. Dus ik kan nu aan de slag met mijn schoolwerk, want mijn bureau is weer lekker leeg. Dat studeert echt veel beter dan dat het echt één grote bende is. Dus ik kan er nu mee aan de slag. Zo, ik ga even nog meer was ophangen, want er is nog meer was klaar. Oh, dom, dan moet ik wel natuurlijk die wasmand pakken van buiten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En mijn outfit vandaag is dit. Het is best wel zwart, maar dit jasje is heel druk. Dus ik dacht van ja, als ik daar nou ook nog allemaal verschillende kleurtjes onder ga doen, dan wordt er niks. Dus ik heb gewoon dit jasje aan. Die had ik op vakantie gekocht. Dit is de eerste keer dat ik hem aan heb overigens. Maar goed, ik heb mijn venster gewoon bij aan. En ik ga er nu vandoor, want mijn bus gaat over minder dan een kwartier. Dus ik moet even opschieten wel. Maar ik heb vandaag college tot 1:15, dacht ik. Ik heb een video geëdit en ingepland. En ik ga de weekvlog van deze week alvast editen. Nou ja, voor hoever het kan. Want dan hoef ik volgende week eigenlijk niet te editen. En het is wel fijn, want ik heb volgende week een tentamen. Dus ik heb niet zoveel tijd om te editen. Er is een pakketje gekomen. Ja! Ik heb namelijk iets besteld bij Goods & Gusto. Ik ken het eigenlijk niet. Ik ga het gewoon even uitpakken en dan zal ik het laten zien. Ik heb het trouwens niet gekregen of zo. Ik heb het gewoon zelf besteld.
Oh, dit ziet er echt zo schattig uit. Kijk. Oh, dit is echt cute. Ik vind het gewoon bijna zonde om open te maken. Wauw. Kijk, ik vind ze echt cool. Ik hoop echt dat ik ze pas, want ik heb maat 37 besteld. Meestal heb ik wel 37 van laarsjes. Maar ik hoop echt heel erg dat ik ze pas. Ik vind ze echt heel erg tof. Dus ik ga ze nu even passen. Nou, de laarsjes passen hoor. Ik vind ze echt heel tof. Ik vind ze echt heel leuk. Dat heb ik al heel vaak leuk gezegd. Ik moet er wel heel even aan wennen hoor. Want ze zijn nog best wel stijf. En er zit een soort van hak onder. Dus ze zijn wel hoger dan andere schoenen die ik heb. Maar ik vind ze zo tof. Ik ben er echt super blij mee. Ik zit in de auto. Ik ben aan het wachten op Francisca, want ik haalde even op bij de tram. We gaan namelijk samen ergens een proefles modern doen. Dansen modern dus. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben nu aan het wachten tot ze komt. Volgens mij is het nog een paar minuten. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Zo, ik ben weer thuis en ik heb inmiddels ook al lekker gedoucht. De proefles was best wel leuk. Alleen, ja, het was een beetje lastig bijhouden. Omdat ze eigenlijk al best wel veel dingen hadden geleerd. En ja, dat wisten wij dan niet. Dus ja, dat gaat dan niet echt. Maar op zich vond ik het wel heel erg leuk. En ik denk dat als ik een dansje echt vanaf het begin af aan leer, dat het dan ook wel lukt. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Dus misschien dat we volgende week nog een keertje gaan kijken. Misschien dat we gewoon een maand soort van op proef gaan of zo. Om te kijken of het iets is. Maar dat gaan we nog even bekijken. Want we gaan volgende week donderdag ook nog ergens anders kijken. Misschien is dat wel veel leuker. Dan denken we van we gaan niet meer bij die. Misschien is het wel niet leuk. Dat zien we vanzelf. Maar ik ga hierbij deze weekvlog afsluiten. Als je het leuk vond, doe vooral een duimpje omhoog. En abonneer vooral als je dat nog niet bent. Zou ik heel erg leuk vinden. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video.